In de aanloop naar kerst zien we Harderwijk op zijn mooist. We zien versierde straten, we zien een ijsbaan waar veel plezier beleefd wordt, een grote glijbaan in het Hortuspark, we hebben net Sinterklaas beleefd. Eigenlijk is dat Harderwijk op en top. Vele mensen met hart voor de stad zetten zich in om voor bewoners en bezoekers onze stad te laten beleven en genieten. Dankzij deze vrijwilligers, maar ook de sponsors die dat weer mogelijk maken, blijft onze stad een stad voor velen om van te kunnen genieten en te kunnen beleven. Dank daarvoor. Mensen met een hart voor de stad zetten zich in de binnenstad, maar ook buiten die binnenstad, in de verschillende wijken, in de buurthuizen, op de plekken waar wij misschien niet allemaal komen, maar waar ontzettend veel gebeurt. Mensen met hart voor mensen. We zien dat bij het onder onsje in Hieren. We zien dat bij de vrijwilligers die elke week weer klaarstaan bij de voedselbank. We zien dat bij de Harderwieker Sinterklaasstichting, die zich belangeloos inzet voor ouderen of mensen die het moeilijk hebben daarin. We zien dat op heel veel verschillende plekken in onze stad dat er mensen zijn die met hart voor de ander werken en acteren. Ook daar veel dank voor, want dankzij hen kunnen wij de stad zijn die we met elkaar zijn. Een stad waarin we omkijken naar elkaar, elkaar helpen waar dat nodig is. En dat begint al heel dicht bij huis, namelijk gewoon bij je eigen buren. Wat betekent ik, wat betekent jij voor de mensen naast je? En we hebben in 2016 laten zien dat we met elkaar hebben omgezien naar elkaar. Via voorbeelden die ik net noemde, maar ook als ik kijk naar een platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Als ik kijk hoe bij ons de discussie heeft plaatsgevonden en hoe mensen daarin voor mensen van buiten Harderwijk een thuis wilden zijn. Ook dat is hart voor de stad en hart voor mensen. Kerst is een moment om stil te staan bij wereldvrede. Stil te staan bij de geboorte van Jezus die symbool staat voor de verbinding met mensen. En wanneer we om ons heen kijken, ook buiten onze stad, gebeurt er ontzettend veel wat die wereldvrede in gevaar brengt. En ondanks dat weten wij hier met elkaar het gesprek te voeren. Want niets is zo erg als een gestompt gesprek. Het is juist belangrijk om met elkaar door te gaan, elkaar te ontmoeten en juist vanuit het licht van kerst te denken aan die verbinding. Ik wens u allen een heel gezegend kerstfeest toe en een heel goed nieuwjaar.